Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik lost op. Hallo. Het idee is dat vitamine C ascorbinezuur is en dat je aan 100 milligram per dag genoeg hebt, omdat je daarmee scheurbuik voorkomt, een ziekte uit de VOC-tijd. Dat is een grove geringschatting van deze krachtpatser. In deze aflevering meer over vitamine C en hoe we daarmee een leuker en langer leven kunnen krijgen. Er weet bijna niemand, maar heel veel dieren, bijna allemaal, maken ze hun eigen vitamine C. Van de zoogdieren zijn het alleen de aapjes en de cavia's die het niet kunnen. Wij stammen natuurlijk af van de cavia. Een volwassen geit van 9 kilo maakt op een dag al zo'n 13.000 tot 20.000 milligram aan. Ja, dan kun je natuurlijk niet verwachten dat die aanbevolen 100 milligram voor ons, dat ook genoeg is. Nee, we hebben wat meer nodig en ik probeer zelf tussen de 1000 en 10.000 milligram per dag binnen te krijgen. Dus 1 tot 10 gram. En ook gedoseerd, dat het door de hele dag door een behoorlijk niveau is in mijn bloed. Want in een half uur is dat niveau is gehalveerd. En helemaal wanneer je stress hebt. Wil je meer vitamine C binnenkrijgen? Dan kan dat. Je kunt doortellen tot 50 gram, 200 gram zelfs. Maar dan zit je aan een infuus. En dat is voor sommige gevallen is dat een heel goed idee. Je hebt daar natuurlijk wel een professional bij nodig, zoals een arts of een verpleegkundige. Maar zie maar een goede te krijgen. Goed voorbeeld van wat het kan doen staat onder de clip van een boer uit Nieuw-Zeeland, wiens leven gered werd door een infuus van vitamine C. Ja, er wordt wel beweerd dat ascorbinezuur dat gewoon vitamine C is. Nou, dat is een versimpeling. Want als je vitamine C uit natuurlijke bronnen haalt, zoals vruchten, dan krijg je er een hoop hulpstoffen bij. Cofactoren die anders je lichaam ergens anders vandaan haalt. Dat is een soort roofbouw dan. Dus kies liever natuurlijke bronnen zoals citrus, vruchten, en besjes zoals acerola. Gepoederde acerola besjes. Gepoederde camu camu besjes. Die zitten ook stampvol met vitamine C. Rozenbottel, kiwi, aardappel en tal van groenten. Er zit heel veel vitamine C in. Met cofactoren. Het schijnt wel zo te zijn dat na de eerste honderden milligrammen, dat je dan die cofactoren wel binnen hebt en je kunt overstappen op ascorbinezuur. Kies het toch liefst als gebufferd ascorbinezuur, zodat het langzaam vrijkomt en zodat je altijd een goed peil hebt in je bloed. Natriumascorbaat en calciumascorbaat zijn ook vormen van vitamine C die net even iets gunstiger zijn. Let er bij het kiezen van je poedertjes en pilletjes wel op wat voor hulpstoffen er verder bij zitten. Want bijvoorbeeld calcium en magnesiumstearaat en titaandioxide. Dat draagt verder niks gunstigs bij en is misschien wel wat ongunstig. Nou, hier zit bijvoorbeeld calciumstearaat in. Alla. Vitamine C staat bekend om twee functies. Als antioxidant en als chelator. Een chelator is een stof die een andere stof kan beetpakken en bijvoorbeeld in dit geval het lichaam uit kan jensen. Bijvoorbeeld een zwaar metaal. Dus je kunt daarmee dus ontgiften. Antioxidanten die beschermen ons tegen tal van welvaartsziektes die je eigenlijk kunt samenvatten als ontstekingen. Zoals diabetes type 2, atherosclerose, MS, Alzheimer, psoriasis, Parkinson en zelfs kanker. Daar beschermt vitamine C, omdat ze ontstaan door oxidatieve stress. Ja, dan heb je veel aan een antioxidant.
geen wonder. Het werkt nog beter als je vitamine C combineert met andere antioxidanten. En ook in het zonnetje heb je iets aan vitamine C, want het kan je beschermen tegen verbranding. Beter dan zonnebrandcrème. Want met vitamine C kun je bruin worden en vitamine D opbouwen, wat ook weer een beschermende stof is tegen kanker en wat je vrolijker maakt in de winter. Er is nog één functie van vitamine C die ja, als nieuw inzicht gezien kan worden. Vitamine C kan ook in hoge dosering zorgen voor verbranding van specifiek kankercellen. Je kunt ze er dus mee in de fik zetten. Nou, onder deze clip zet ik nog wat filmpjes en ander leesvoer. Bekijk dat. Bepaal je eigen positie hierin. En als je dit filmpje leuk vindt, geef dat even aan. Bedankt voor het kijken. Daar ga ik in het zonnetje. Daar is hier een zonnetje. Kijk.